Top. Zo, ook gelijk voor YouTube is dit. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video voor YouTube. En ook tegelijkertijd was dit ook op stream. Dus ja. Oh ja, ik was het grootste in de vorige aflevering, was ik dood gegaan. Dus ja, we gaan gewoon verder waar ik gebleven was, eigenlijk waar wij gebleven waren. Is dood. Zo. En ik heb trouwens ook niet heel erg veel geld meer, als jullie kunnen zien. Of dit was voor YouTube. Hey, dit was wel de YouTube ding. Zo. Even ook gelijk andere kleding gehaald bij de zaak, wat ze toch geen geld kostte. Yo. En ik was van plan om in deze video glitches uit te voeren. Dus ja, ik ga even een spot zoeken. Even hier naar boven. Dit is trouwens ook een locatie waar je Lens gaat ontmoeten. Even het telefoon erbij te pakken. GTA Vice. City glitch, yes. PC. Ik ga even een glitchje zoeken. Nee. Kijken. Wacht. Er is ook een glitch dat heette nul gezondheid. Als de speler op de fiets wordt geraakt zonder eraf te worden geslagen, is er een zeldzame kans dat de speler zonder gezondheid rijdt. De speler zal in deze staat rondrijden totdat hij wordt gedood. Ah. Ja, maar ik zie al die glitches en ik ga het toch niet doen voor deze video. Misschien dat ik het na de stream of opnames nog ga doen. Dit is ook een ding. Dan ga ik even instappen. Krijg ik geld namelijk. Ook niet heel erg veel. Ook maar een paar dollar of zo.
Ik kom veel hoger. Dus wist ik niet. Oeps. Even kijken. Oh, yes. Maar er is een probleem. Als ik dit doe, krijg ik heel veel schade. Ik weet heel toevallig ergens een wapen te vinden. Oké. Ik zit nu al op $700. Even kijken. Volgens mij is er ergens hier. Wacht. Ik weet dat ze ergens hier ook wapens zouden liggen in deze buurt. Dus en dit is hoe ik uit zo'n kan komen zonder dat ik zelf dood ging, want ik speelde een beetje vals, want hij schiet altijd op de muur. Hier. Het is een beetje vals spelen. Dus ja. Dan pak ik even Twitch zelf erbij, want ik kan nu niet de chatsberichten lezen. Omdat ik in-game zit, kan ik de chatsberichten niet zien. Dus. Oh.
chatbericht niet zien. Oh, sorry. Ja. Want ik weet dat hier zo een granaat lag, of ook zo'n handpistool. Die lag echt letterlijk hier zo rechts. Het was een handpistool. Zo, dan heb ik weer wat munitie erbij. En dan ga ik een missie doen. Ja, toch? Ja. Ook al heb ik deze missie zelf al volgens mij al uitgespeeld. Deze missie leidt bij het. Of niet. Dat weet ik niet meer zeker. Want ik speelde ook in de vergeten tijd ook GTA, heel toevallig. En dan is het naar boven. Shit, oh, mislukt, nee. Ja. Nee, wacht. Ik ga voor mezelf even wapens inspannen. Oké. Hey, ik had met mezelf ooit afgesproken aan het begin van de serie van GTA Vice City dat ik nooit cheats zou gaan gebruiken, maar ik ga het dit keer wel doen. Oh, ik dacht dat ik de blad met de cheats had gepakt, niet dus. Was de verkeerde blad. Oh ja, ik weet volgens mij de cheats nog uit mijn hoofd. Tools. Oké, top. 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 Ik ga de missie opnieuw proberen. Sorry mensen, maar ik moest het toch doen. Voor de. Ja, ik kan niet weg hier. Je ziet het, ik kan niet weg. Ik zit vast.
Ik kon echt niet heel erg hard achteruit. Ik ga ook hierbij.